De koninklijke gaanderijen op de zeedijk in Oostende dateren uit de tijd van koning Leopold II. 50 van de 400 meter lange gaanderijen werden gerenoveerd. De smeedijzeren borstwering, aangevreten door de tijd en het gure weer, was dringend aan renovatie toe. In een eerste testfase pakte smederij Warande de verweerde constructie aan. De borstwering werd gedemonteerd en in de werkplaats volledig gezandstraald om ze van roest en resterende verf te ontdoen. Van de ontbrekende ornamenten werd eerst een mal gemaakt en daarna werden die stukken hergoten. Om het smeedwerk te beschermen werd het corrosiebestendig gemaakt en opnieuw gelakt. De constructie is weer voor vele jaren bestand tegen de sterke zeelucht. Het hele proces gebeurde in nauw overleg met Monumentenzorg. Smederij Warande. Smeedwerk met karakter.